Hey mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, hey, ik heb echt superveel mailtjes gehad van jullie allemaal. Van mensen die willen komen helpen met de elektrische installatie van de werkplaats. Dat is echt super bedankt. Ik heb nog niet alles kunnen beantwoorden en zo. Maar ik ben wel echt bezig met het maken van een plan hoe we het allemaal gaan aanpakken. Ik heb bijvoorbeeld ook al aanbod gehad om een schema te laten tekenen. En nou, er zijn een heleboel installateurs en monteurs die graag een keer mee willen komen helpen. Dus super bedankt allemaal en ik kom erop terug. Dus als je nog niks van me hebt gehoord, dan ja, ik heb de mailtjes allemaal bij elkaar in een mailbox zitten. Dus jullie horen ervan. Dus, en vandaag is Bastiaan hier. Ja, dat klopt. Ja, je bent een van onze patrons. Ja. En je komt vandaag een dagje meehelpen al, hè? Ja, ja, ik zag je oproepen dat je hulp nodig had om het op te knappen en dat je van plan was. En ik denk, ja, een dagje helpen, dat kan geen kwaad. Dus ik heb contact opgenomen en zodoende ben ik hier vandaag. Ja, super bedankt natuurlijk. Ja, want jij bent werkzaam in de petrochemie, hè? We hebben net al even koffie gedronken. Ja, ja, ja. Ja, ik heb een elektrische achtergrond in een opleiding en ik werk nu inderdaad in de petrochemie als meet- en regeltechnicus. En ja, het lijkt me leuk om een dag hier mee te helpen. Ja, super bedankt. En je hebt ook een toffe wagen bij, zie ik. Ja, ik dacht als ik hier naartoe kom, dan moet ik natuurlijk wel met mijn hobby uit te kopen. Laten we even kijken, een Lada Niva. Maar hij is van 2005. 2005, ja. Hij is echt gewoon eigenlijk hartstikke modern nog. Ja, mooi hoor. Ja, dan heb ik ook een winteruitrusting. Dan hebben jullie al voor de kou heb ik maar een bondmuts meegenomen. Oh ja. Je ziet bijna niet de spiegeling van het raam. Ja, zo'n bondmuts heb ik ook inderdaad. Maar niet met zo'n hamer en sikkel erop. Ik kan het bijna niet zien. Hij spiegelt heel erg. Hey, simulator. Hij is een soort van airco. Ja, dat is voor als het een beetje warm is, dan kan je een lekker warm briesje aanzetten. Ja, deze dingen zijn wel goed in het terrein. Ja, ja, maar we hebben eigenlijk nog nooit in de steek gelaten. Dat doet op zich altijd. Er gaat af en toe wel eens wat stuk, maar het is allemaal goed te repareren. Dus, ja, dat is zeker. Maar als je die Russische wegen ook ziet. Ja, dat moet ook wel een beetje robuust zijn inderdaad. Als het in Rusland heel blijft, dan is het echt goed hoor. Starre achteras. Ja, ik kan het nieuwste onderdeel filmen, de uitlaat. Oh ja! Die een tijdje terug moet oplappen, hebben er wel wat lekkages in. Recht vanuit Rusland. Ja, en je onderdelen zijn niet duur, hè? Nee, af en toe een lachertje inderdaad. Ja, ik zei het net al inderdaad, van als je een klein onderdeel nodig hebt, je kan het ook gewoon krijgen. En ja, de verzendkosten en de levertijd is het enige wat even tijd kost. Maar voor de rest stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ja. Valt eigenlijk wel mee. Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat had ik dus ook al ontdekt bij die gas inderdaad. Voorbeeldje. Ja, de sleutel was dus kwijt. Ja, sleutel bijmaken bij de bouwmarkt kost volgens mij 5 euro, meen ik. Het contactslot met twee sleutels kostte 2 euro in Rusland. Dus. Ja, ja, dat soort inderdaad, ja. Ja, mooi. Ja. Hey, laten we binnen gaan kijken. Ja. Oh, even onder de kap kijken nog eventjes. Want hij is wel iets gemoderniseerd, toch? Ja, ja, ja. En naar voren toe. Hey, daar ligt het reservewiel. Ja, het reservewiel ligt inderdaad op de motorkap. Er zijn mensen bij, ik weet het zelf eigenlijk niet, die halen eruit uit veiligheidsoverwegingen met een ongeluk. Dat is hem op het dak leggen of aan de achterkant hangen. Oh ja, ja, dat is natuurlijk wel zo. Want als je ergens tegenrijdt en die hoek komt er binnen, dan wiel dat deukt niet in, dan schuift zo die kant op. Dus dat is niet zo gek inderdaad. Hey. 1700, hè, was dit, zei je? Ja, 1700 inderdaad. Met injectie. Ja, dus dat injectie. Is wel, de motor hebben ze wel wat aangepast. Je kan het ook zien, hè, of het een hele oude Lada is of een nieuwere, ja, toch? De hele oude Lada's zijn de achterkant anders. Bij mij staan de koplampen recht omhoog. De achterlichten? Ja, de achterlichten, sorry. En oudere modellen liggen ze. En dan heb je ook een kortere achterklep. Ja, dus dan zijn ze iets anders. Hey, vanaf wanneer, ik doe net alsof jij nou de wandelende Wikipedia van de Lada Nivas bent, maar vanaf wanneer zouden ze dingen gebouwd hebben? Heb je een idee? Volgens mij iets van de jaren 60 of zo, maar ik weet niet exact wanneer ze mee begonnen zijn. Nee, ja. Maar het ontwerp is niet veel veranderd. Nee, alleen die achterlichten dan en een andere motor dan ook. Ja, en de onderdelen passen ook bijna op alle modellen. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen hier en daar. Maar bijvoorbeeld deze lampjes heb ik ooit moeten vervangen omdat de oude helemaal verrot waren. En dit zijn van het laatste model en die passen exact, daar is eigenlijk niks extra's voor nodig. Want officieel zijn ze iets kleiner, de originele van deze auto. Maar ja, dat soort details kan je allemaal gewoon veranderen. Ja. Hey, mooi. Ja. Hey, laten we even binnen gaan kijken. Ja. Ho,
Hey. Hey joh. Hij zegt het is vrijdag. Oh, nou. Biertjes. Lekker. Die zullen we dan gelijk eens in de koelkast leggen. Ja, Tom. Maar, ik kan er vandaag maar eentje drinken heel snel. Oh. Want heb jij een date? Ik ga op date. Oh jee. Oh. Het is helemaal niet eens echt een date, want wij kennen elkaar al best wel goed en wij gaan best wel goed samen. Dus het is niet echt, ik ben niet helemaal dat ik helemaal spannend en spanning en dat soort dingen helemaal. Aha. En wat gaan jullie doen? Tom. Iets wat ik, oh we gaan, oh ik wou zeggen iets wat ik niet op camera kan zeggen. Wij gaan eten samen. Ja, ja. En daarna iets wat niet op camera gezegd mag worden. Oh. ik weet nog niet hoe ik dit ga editen. Misschien edit ik deze zelf toch wel eventjes. Want maandag dan gaan we weer naar Heijmans. Yes, sure man. Dan gaan we kijken hoe dat ze daar die installatie gaan afbreken. Afbreken en daarna op de vrachtwagen. Precies, ja. Dus Tom, dan zou het best kunnen zijn dat ik dit er allemaal in laat zitten. Oké, genoeg gekletst. Uh-oh. Ook voor Sharon iets meegebracht. Wat lief! Dat vindt ze lekker. Hey, eerst even kijken hoe de installatie is, denk ik. Hè? Want ja, dan, ik heb wel wat gezien in de film, maar ik heb geen idee hoe het er echt uitziet. Ja, ik denk dat het interessant is ook voor alle andere kijkers natuurlijk. Hoe zit het met de installatie? Dan gaan we eerst hier. Oh. Ja, precies. Hinkstap sprong. Even kijken. Licht aan. Nou, hier hebben we een hele antieke stoppenkast zitten. Dit is eigenlijk waar de elektriciteit binnenkomt. Daar zien we ook de meter en zo. Oh ja. Daar een heel dikke kabel, daar komt hij aan. En nou ja, hier hebben we het een en ander lopen natuurlijk. Er gaan een heleboel dingen gaan daar, ja, de kwekerij in ook voor een deel. Ja. En een deel gaat daar naartoe. Oké. Laten we verder kijken. Ja, dit is denk ik die dikke kabel. Die loopt daar boven weer. Ja. En die gaat dan hier naartoe. Ja. En dan verdeelt hij zich hier weer verder naar de andere delen. Er zit iets van het huis bij. Maar ik denk ook een heel groot deel van de kwekerij ook. Ja. Want als je nou naar boven kijkt. Ja, dat is echt een hele spaghetti van kabels. Ja. En echt achterlijk veel. Ja. En ik denk dat daar echt superveel van weg kan. Want dan hebben we hier. Hier hebben we dus de cellen eigenlijk, de champignoncellen. In totaal hebben we er 6. Oh ja. En bij allemaal hangt zo'n kast. Ja. Er waren al een heleboel mensen die vroegen ook naar die dingen die erin zitten. Dat vindt iedereen ook wel leuk inderdaad, die Variax en zo. Kijk daar. Ja, dat is gewoon een variabele een weerstand eigenlijk, hè, toch? Ja, een beetje transformatorachtig. Dus je kan daar inderdaad een wisselspanning mee verschillende niveaus geven. Oké, ja, dit is sowieso het enige wat we nog gebruiken van deze kasten. Dat is eigenlijk de lichtschakelaar. Kijk, hier zit, ik zal het hier laten zien, deze. Hiermee doen wij het licht aan. Dat is eigenlijk het enige wat we van die kast gebruiken. Ja. En dan hebben we ook nog allemaal van dit soort dingen. Die zijn allemaal al afgekoppeld ook. Nou, dat is een van de temperatuurregelaar. Ja. Ik weet het niet precies. Denk het, ja. Ja, verder hebben we ook nog, wat ook op die kast zit, maar wat we eigenlijk niet gebruiken, is deze. Oh, ventilator. Ja. Er zit een ventilator daar achterin. Die rammelt. Ja, die gebruiken we ook niet, want die zit ook achter die dekens nou, die ik heb opgehangen tegen het geluid. Oh, zo ja. Dus dat is echt, daar heb je niks aan. Nee. Dus dat kan er allemaal uit, eigenlijk. Nou, in ieder geval, deze, die doen al niks. Er zit niks in. Vinger erin. Oh. Oké, wat denk je, Bastiaan? Hoe gaan we het beste dit aanpakken? Weghalen wat niet nodig is. Of in ieder geval afkoppelen dat het weggehaald kan worden. Dat lijkt me denk ik slim. Ja. Even kijken wat we hier. Wat sowieso afgekoppeld mag worden, denk ik. Kijken welke groepen we dan eruit kunnen draaien. Of als dat spanningsloos wordt. En dan kunnen we al een heleboel dingen eruit slopen, denk ik. Ja, en ik weet niet wat je net aangaf, die kast, als je die heel graag weg wil hebben, moeten we misschien verzinnen dat je verlichting op een andere manier schakelt. Ja, even een tijdelijke oplossing daar misschien. Ik heb schakelaars en zo hoor, dus we kunnen eventueel zo'n hele kast weghalen en gewoon een normale lichtschakelaar voor in de plek zetten voorlopig. Zou dat kunnen, ja. Dat is, oké.
Hey, we hebben even gekeken naar de kast, hoe dat allemaal zit. En ja, dit is chic hoor. We hebben zo de ventilator. Kijk. Ik weet niet of het te horen is op camera, maar... Ja, dat kunnen we gewoon... Dat is luxe. Traploos instellen. Ja, dat is luxe, maar dat hoeft allemaal niet meer. Dat mag er gewoon uit. Ja, het enige wat we eigenlijk nodig hebben bij die kast is, ja, is de verlichting. Hè? Ja, zo hebben we net al gekeken. Er komt één kabel binnen en eentje voor de verlichting. De twee ventilatoren, dus die willen we laten vervallen. Dus als we daar een schakelaar tussen zetten, dan kan waarschijnlijk heel deze kast weg. Ja, dat is perfect. Dus ja, eigenlijk wat we moeten doen is gewoon de spanning eraf halen van deze kasten. Even checken dat we geen prik meer hebben daar. Ja. Dan kan heel die kast eraf en dan moeten we gewoon een lichtschakelaar tussen die twee kabels inzetten. En dan zijn we goed. Dan moeten we weer werken, ja. Ja, gaan we doen. Laten we het doen. Even kijken, de kabel volgen. Daar. Om de hoek, het is hem. Ja, die komen van die eerste kast af. Daar heb je iemand iets voor gezet. Ja, wie heeft dat nou gedaan? Nou, weten we het niet meer. Nee, dat is een van die in ieder geval. Oh ja. Dan moeten we even opletten. Dat we niet Tom zonder... Ik wou net zeggen dat we dadelijk Tom niet zonder stroom zetten daar. Dan komt het niet goed met de edit. Sla even voor de zekerheid op. Ja. Ja, het moet eigenlijk... We kunnen daar kijken. We kunnen daar zien welke door de muur doorgaan. Dat zijn de drie bovenste gaan door de muur. Ja, want En die twee onderste... Ja. Dus van deze de eerste vanaf onder en de tweede. Dus de bovenste hier, denk ik. Dus, ja, we hebben dan hier die en die. Dus dat is dan deze en deze. Ik zal er eens een, Tom, heb jij opgeslagen? Wat zien is de bovenste van die twee. Ja, dan zou het deze moeten zijn, denk ik. Oké, je hebt opgeslagen, hè, Tom? Waar hoort hij niet? Tom? Oh, Bastiaan! Hallo. Ja, er gebeuren nog ergere dingen als we die stroom afzetten. Hallo? Ja. Ja, we gaan gewoon iets anders doen. Dan gaat ook de koelkast uit. Oh ja. Nee. Deze kunnen we wel uitzetten. Ja. Hup, klik. Nou, een beetje voor de zekerheid. Stroom is eraf. De stroom is eraf, of de spanning is eraf, hè? Moet ik goed zeggen. Hè? Ja, ze worden, al die elektriciëns worden allemaal, die vinden dat niet fijn. De spanning is eraf. Ja, dat is helemaal... Super, dan kunnen we ze afkoppelen en gaan we die kasten eraf halen. Ja, die schroeven zijn ook een beetje gecorrodeerd. Zo. Dat maakt niet uit. Kijk. Nummer 1. Oh ja. Hey, een mintje. Komt van alles af te vallen. Komt er wat geld vanaf. Ja. Oh. Die zijn een beetje... Zo. Nou, laten we gelijk verder gaan met die andere er ook af te knippen. Oh, nu moet het printplaatje ook losschroeven, zo te zien. Zo.
Ja, die gaan we hier ophangen. Vastschroeven. Dan kunnen we hem weer gebruiken. Deze gaat gewoon aan. Hier hebben we wel spanning. Nou, hoe kan dat? Voor de meter aangesloten. Ja, inderdaad. Hier een volle charge. Huh? Dat is gek. Terwijl alles uitstaan. Hoe kan dat nou? Dat zijn wel gemene dingen. Hoe kan dat? Ja. Dat is toch gek? Niks. Nee, zeker. Ja, dat is wel verrassend. Okay. Zeker omdat we alles afgezet hebben. Dat is bijzonder. Nou, het is geen overbodige luxe dat er naar gekeken wordt dus. Maar het viel me in één keer op. Ik bedoel, ja, de kast hadden we gemeten. Daar was de spanning af. We hebben ook daar gewoon de aardlek uitgezet. Maar ondertussen zit er op de stopcontact hier gewoon nog wel spanning. Dat is toch bijzonder. Zo. Oeh. Pas op waar je je voeten zet. Perfect. Ja, dat is wel hoger, maar dat is voor jou. Ja, dat maakt het niet uit. Ja, we moeten hem niet los laten pringelen eigenlijk, hè? Nee, even een netjes vastzetten. Zo. Dat dingetje zit er precies boven. En wat dit doet dat ding? Dat ding mag gewoon weg. Dat is ook van de kastje. Dat is ook van die kastje. Ja, hier. Maar die gaat hier naartoe. Kijk. Hier naartoe. Dat mag gewoon helemaal weg. Oh ja. Een soort schakeling of zo. Zo. We moeten even kijken, want die thermostaat ding of wat ook is. Daar komt ook een soort van voedingssnoertje naartoe volgens mij. Deze heeft gewoon een normale stekker. Maar deze zaten hiermee aangekoppeld. Hier, kijk, hier komt zo'n klein viezig snoertje uit. Ja, die moeten we ook even. Ja, ik denk dat we hier echt uit die klemmenkast eruit moeten halen straks. Ja. Zo. Zo. Oh, alle schattige kastjes zijn er al af hoor. Zo. Niet maar goed dat dit straks allemaal weer weg is. Schiet eens. Kijk eens aan. Ja, dat ruimt op zoiets. Aan het trekken. Ja, ik wil kijken dat ik niet alle andere kabels ook van de muur aftrek. Hij zit daar helemaal achterdoor, heel lullig, zie je dat? Ja. Het gaat helemaal weg. Hier. Hop. Nou, dat is jammer. Ik hoop dat heel die kast ermee afkwam. Ah, lekker. Hier ook. Hoppa! Ja, dan moet ik toch echt daar even wat schroeven wel. Maar oké. Heeft het goed? Wat is dit eigenlijk, joh? Hier zie je dat? Hier zit het ook. Wat is dat, joh? Oei. Snel doen. Oei. Het zit gelukkig hier. Oh, mijn lijstjes! Die een biertje water. Ja, daarom. Het leek me handig om die eerst even los te maken. Anders gaat naar die accu's toe ook weer. Maakt niks uit, man. Maakt niks uit. Moet even deze wegpakken hier, ja. Ja, dat is een dammetje. Ja, een dammetje, een mooie. Ja.
Hush. Oh, die hangt helemaal los daar. Zie je? We valt er bijna helemaal af, man. Wat die? Oh, minder. Ja. Oh nee. Wacht dan maar. Ja, nou, valt er mee. Zo minder. Maar het is niet heel vies water als het zo niet is. Nee. Ja. Ja. Nog niet voor niks. Zo. Nou, een ja. Kijk eens. Ik vond het spannend, hè? Ja, omdat ik het niet goed kon zien. Zijn. Ja. Schat, ik had er meer dan ik denk. Ik denk aan die reclame met die muis en dat beton. Ja. Schakelaar hier weer op. Kastje dicht. Rare kroonsteentjes verwijderd. Oh. Kroketten-nijst, hè? Ja, daar is die. Kijk, vies geworden, ja. Ja, je handen worden ook vies van. Scherp was het allemaal weer, zeg. Nou, niet normaal. Ja, dat om mij. Ah, blijft bij een beetje. Oh, dit is niet echt kapot. Ik heb de contactjes naar binnen gedrukt. En die kraan, dat kan ook nog wel iets doen. Plop. Als het nou niks wordt met YouTube, dan wordt het ook niks meer met champignons verbouwen, hè? Zo, goed plan dit. Zal ik dit niet recht onder zetten? Ja. Er staan nog schoenenkassen rond, die hoeft ze denk ik niet meer. Zo. Lekker! Ja, die was echt vies. Hoe lijmwerk straks allemaal. Mooi, hè? Met die allemaal kogelkranen en van die afsluitertjes en pompen. Daar kan een aardige installatie mee bouwen. Hallo? Hey, Bastiaan. Lekker man, kijk hier. Hoppatee. Mooi man. Gewoon een normale schakelaar opeens. Hier moeten we van de dingen van het werkplaats alleen het voorpaneel bewaren en dan als een schilderijtje ergens aan de muur hangen. Als dingen waar dat we jaren, echt een aantal jaar gewoon het licht van de werkplaats mee aangezet hebben. Welke was het eigenlijk? Die denk ik. Deze. Hebbes. Nou kan hij eraf. Daar is hem. Assortiment. Ja, gewoon aardig wat leidingwerk eruit getrokken weer. Ik weet niet of dat dit nog graag los wil. Ik denk dat we dan sowieso eerst even een hamer op moeten slaan aan weerskanten.
Nou, mocht je willen. Echt, nog niet misschien. Dus een schakelaar, die kan je, dus een wisselschakelaar, dan kan je twee kanten opschakelen. Dus dan kan je bijvoorbeeld hotelschakeling mee maken. Maar die hebben we nu niet nodig, dus we hoeven maar één kant aan te sluiten. Want iedere schakelaar weer anders hoe het zit. Even isolatie van die leidingen eraf trekken. Dan weten we waar we straks kunnen slijpen. Of misschien wel kunnen schroeven. Maar deze die wil in ieder geval niet raken los. Isolatie. Trap staan, maakt dat niet uit. Oh. Ja, behalve dat er sommige mensen in de comments het daar dan niet mee eens zijn misschien. En nou zijn het toch twee benen gewoon. Oh, niet meer. Hoi. Wat een vervelende bar. Dat is nog maar de helft. Nog niet eens, want die zit nog een stukje. Hij wil er niet op. Die leidingen die zijn nog niet helemaal los. We moeten ze nog wel ook los schroeven, maar dat gaat zomaar niet. Want daar zit hij in elkaar geschroefd. Maar hier ook, daar zit hij ook in elkaar geschroefd. Ja. Dus ik denk hè, dat we misschien dit moeten slijpen. Slijpen, ik denk los slijpen wel. Ja, dit niet. Dit is een beetje van die isolatie. Is toch mijn. Dit om hem lekker warm te houden, die leidingen. Ja. En ook dat je zo aan de buitenkant zo met je vingers zo langs gaat. Dat je niet verbrandt. Dat wil je niet hebben. Nee. Ik zal hem eraf halen. Ja. Zo. Even. Nou ja, deze knip ik af. Dat weet ik niet.
komt ook nog water uit, joh. Het duurt lang. Een beetje te wachten. Kijken nog aan deze kant. Daar hangt nog een spaghetti die we nog moeten uitzoeken. Maar misschien is het handig als we die nog eventjes afwerken voordat we spanning erop zetten. Oeh. Ja, dit is. Ja, het is los. Veilig gebeurt niks. Kijk. Ah. Goed toch? Stroom, ja. Super. Kijk, heel die kasten weg. Gewoon even een paar eenvoudige schakelaars. Ja, dat is nu even een tussenoplossing, dat we in ieder geval weer licht hebben. Maar er kan er alweer een boel uit ook. Ook heel die kabels van die ventilatoren en zo. Ik heb ze allemaal omhoog gedaan, dus dan weet je welke het zijn. Dus ik kan er gewoon uit. Precies, die kunnen we eruit trekken. Dus dat is gewoon weghalen. Ja, super. Ja, kijk, want als dan hier straks die leidingen weg zijn, dan kunnen we ook goed bij die muren bij al die bekabeling en zo. Ja, je zei ook al, als het straks vernieuwd wordt, dan wordt ook echt alles vernieuwd. Ja, ja dan moet het wel gewoon allemaal, dan zetten we wel wat nieuw schakelmateriaal op en zo. Ja, we moeten eens kijken wat wijsheid is. Wat denk je, zouden we alles weer zo met kabels aan moeten leggen, met van die buisjes, of zouden we daar gewoon kabelgoten moeten leggen? Want dat heb ik ook gehoord, dat een goed idee zou zijn. Het ligt denk ik aan de hoeveelheid. Je ziet dat kabelgoten zo makkelijk als je veel moet aanleggen. Mm-hmm. Anders zou je het ook natuurlijk met. Het is vooral verlichting, denk ik, wat je gaat doen. Ja, voornamelijk wel. Je hoeft allemaal niet echt. Een paar stopcontacten is wel fijn, maar. Ja. Hoeft allemaal geen krachtstroom te liggen, nee. Ja. Oh, kijk eens hier. Ja, zie je dit? Hey, kijk hierboven. Leeg. Alles gewoon eruit, hè, qua leidingwerk. Ja, er liggen daar nu die PVC-pijpjes. Maar dan is het echt ver leeg al. Even. Doorgezet. Hoppa. Lekker man. Leg hem even neer, ik ben aan die kant. Ja. Hup. Goeie. Ja. Het moet nog een keertje opgeslepen worden, maar... Van het weekend ga ik nog een beetje opruimen, denk ik. Ken jij dat? Ja, dat ken ik wel. De dag zit erop, we gaan nog even live dadelijk. Ja. En een biertje drinken natuurlijk, hè, want je had je meegebracht. Kijk of ze nog koud zijn. Ja, ze wisten, ja ik heb zo'n klaargezet voor jullie. Oh, kijk aan. Oh, kijk, je bent goed bezig. Live op Patreon, hè? Zo is het. Ja, Bastiaan, hartstikke bedankt voor je hulp natuurlijk. Ja, graag gedaan. En ik vind dat we toch flink vooruitgang geboekt hebben zo. Ja. En al die boxen er al af. Ja, iedere elektra al enigszins uitgezocht. Ja, was leuk om te doen. Ja, leuk om een dagje bij te helpen. Ik zag je oproepje en denk, kleine moeite om een dagje mee te helpen. En zo een beetje op gang te helpen. Ja, geweldig. Ja, we willen het nog veel vaker gaan doen natuurlijk. Dus, binnenkort als we echt de elektra gaan doen. Maar afijn, dat heb ik al verteld trouwens. Hè. Heb ik al uitgelegd. Dat wordt echt eventjes een aantal dagen achter elkaar knallen. Maar ik denk eerst zorgen dat die muren schoon zijn van de leidingwerk en zo. Ja. Al die overbodige rotzooi eruit is. Ook die ventilatiekanalen wil ik eruit halen bijvoorbeeld. Dan hebben we tenminste goed zicht op hetgeen wat er nog zit. En wat
ja, moet worden vervangen of aangepast. Of, nou ja, dat moeten we dan zien. Maar er zit in ieder geval heel veel spul in wat er gewoon sowieso uit moet. En dat moet er gewoon als eerst weg zijn, want dan hebben we tenminste overzicht. Ja. Super! Hey, mensen, hartstikke bedankt voor het kijken in deze video. En ik zou zeggen, tot de volgende!